Jongens en meisjes, thema 7, week 1, les 4 van taal, bladzijde 80 en bladzijde 81. We gaan eerst weer even met elkaar naar de instapkaart. En daar staat, dit ga je leren. Je leert hoe je een zin langer maakt. Dat doe je door vragen te stellen over het werkwoord. Weten we nog wat een werkwoord is? Dat is het doewoord, hè? Fietsen, lopen, denken, eten, praten, spelen zijn allemaal werkwoorden. Dit moet je weten. Bij een werkwoord kun je vragen stellen. Wie, wat, waar, wanneer? Zo wordt de zin steeds langer. Bijvoorbeeld het werkwoord lezen. Sil leest voor het heten een strip op zijn bed. Een strip is een stripboek. Nou, wie? Dat is Sil. Zie je? Rood, rood. Wat leest Sil? Sil leest een strip. Groen, groen. Waar leest Sil een strip? Op zijn bed. Ook dezelfde kleur. En wanneer leest Sil een strip op zijn bed? Nou, voor het eten. Dus had je eerst één woordje, lezen. En dat heb je met wie, wat, waar en wanneer. Heb je een hele lange zin van gemaakt. En dat kun jij ook met elk werkwoord dat je tegenkomt. Als je die vier vragen stelt bij het werkwoord. Ik heb een voorbeeld gemaakt. Kijk maar. Zo heeft juf het opgeschreven. De vier keer W. Weet je wel, met de parachute die we ook altijd op school gebruiken. Waar. Een W. Wie. Wat. En wanneer. Stel je die vragen bij het werkwoord, dan maak je de zin langer. Voorbeeld. Bewegen is een werkwoord. Eten is een werkwoord. Pakken is een werkwoord. Nou, juf gaat een voorbeeld geven. Wie pakt? Nou, juf pakt, daar is die, het potlood. Wat pakt juf het potlood? Waar pakt juf het potlood? Nou, thuis, op de tafel, ligt het potlood. En wanneer pakt juf het potlood van de tafel? Nu, want je ziet het potlood nu bewegen. Ik doe het nu. Probeer dat nu zelf ook eens met bewegen en met eten. Misschien ben je ondertussen wel iets lekkers aan het eten. Nou, stel dan deze vier keer W-vragen bij eten. Waar eet Lonneke? Wat eet Lonneke? Met wie eet Lonneke? En wanneer eet Lonneke? Nou, dat wordt dan Lonneke eet brood aan tafel in de ochtend als ontbijt. Kijken we in ons boek, gaan we naar eerst proberen. Kijk goed naar de illustraties. Een illustratie is een plaatje, hè? Dat weet je. En hier zie je Lotte zitten. Haar naam staat er ook bij. Geef antwoord op de vragen en maak een zin met de antwoorden. Het werkwoord is tekent. Ja, want dan doe je iets. Je potlood beweegt, je hand beweegt. Wie tekent? Lotte. Wanneer tekent Lotte? Nou, nu, want we kijken nu naar het plaatje. Dus jouw zin wordt Lotte tekent nu. Speelt. Kijk, zien we het plaatje? Zie je Kadir, zo heet die jongen. En het werkwoord is speelt.
Wie speelt? Kadir speelt. Waar speelt hij? Hij speelt buiten. Kadir speelt buiten. Roept. Kijk naar het plaatje. Zie je een roos en een hondje en een bal? Roept is een werkwoord, want je stem doet wat. Je stem beweegt, je tong beweegt. Wie roept? Roos roept. Wat roept Roos? Wat roept ze? Roos roept haar hond. Nou, dan had ik van het woordje, het werkwoordje roept, heb ik nu een hele zin. Roos roept haar hond. Dit mag je ook met de blauwe 1 gaan oefenen. Maak een zin met de woorden. Doe het zo, dat betekent zo schrijf je het op of zo zeg je het. Je ziet 4 zinnen. Het werkwoord is bedenkt. Wie bedenkt? Anna. Wat bedenkt Anna? Een verhaal. Wanneer bedenkt Anna een verhaal? Nu. Waar? Nou, thuis. Dus Anna bedenkt een verhaal. Nee, dat wordt nu bedenkt Anna een verhaal thuis. Dat doe je ook met spelen. Max en Miriam. De hoofdrol. Wanneer? Dus een bepaalde tijd. En waar? Nou, doen ze dat thuis? Doen ze dat in de kamer? Doen ze dat in de tuin? Mag je helemaal zelf bedenken. En zin 3 en 4 kun je nu zelf even maken. Gaan we door naar 2. Kijk goed naar de illustraties. Dat zijn plaatjes, hè? En geef antwoord op de vragen. Maak een zin met de antwoorden. Nou, ik kijk eerst even naar de plaatjes. Ik zie hier 2 personen. Ze willen naar binnen. Het is gesloten, de winkel. Ik zie 2 sturen, 2 fietsen. En hier 2 kinderen die om de hoek kijken. En een lamp die schijnt. Zien. Wie zien? Wat zien ze? En waar zien ze dat? Nou, Max en Mirjam zien een inbraak in de winkel. Inbraak, inbreken. Kijk, deze dief heeft hier iets in zijn handen en probeert heel stiekem die deur open te maken. Ze hebben ook hun capuchon op, zodat niemand hun kan herkennen. Nou, wie zien? Max en Mirjam. Wat zien ze? Ze zien een inbraak. En waar zien ze dat? Nou, in een winkel. Is denk ik wel duidelijk. Plaatje 2. Je ziet het woordje winkel staan. Waarschijnlijk zijn de dieven binnen. En het is al 7 uur 's avonds, dus de winkel is dicht. Nou, zijn binnen. Wie zijn binnen? De dieven zijn binnen. Wanneer zijn ze binnen? Ze zijn om 7 uur binnengekomen. Dus, de hele zin wordt, de dieven zijn om 7 uur naar binnen gekomen. Nu ga je zelf zin 3 en zin 4 maken. Kijk goed naar de plaatjes, want de antwoorden staan op de plaatjes. 3. Het verhaal wordt een film. Kijk aandachtig naar de illustraties. Dat betekent, kijk heel goed naar de illustraties, naar de plaatjes. Stel bij elke illustratie de vragen, stel bij elk plaatje de vragen, wie, wat, wanneer of waar. En maak een zin met het werkwoord. Nou, ze hebben het werkwoord al ondergezet. Zetten hoort bij 1. Vangen hoort bij 2. Bedanken hoort bij 3. Doe het zo. Max en Mirjam zetten de fietsen snel om de hoek. Ja, je zet je fiets weg. Nou, en dan mag jij met 2 en 3 zelf een lange zin maken door wie, wat, wanneer of waar te gebruiken. Dus wie vangt? Wat vangt die politieagent? Wanneer vangt de politieagent de boef? En
Waar vangt de politieagent de boef? En bij 3, wie bedankt Max en Mirjam? Wat doet hij om hun te bedanken? Wanneer bedankt hij Max en Mirjam? En waar doet hij dat? Nou, waar zie je niet zo goed? Dat kan zijn in een kamer, dat kan zijn buiten bij een muur. Dat mag je allemaal zelf bedenken. Succes! Kijken we even, als je helemaal klaar bent, naar de uitstapkaart. En dan vraag je aan jezelf. Ik kan goed een zin langer maken met een wat-deel, een waar-deel, een wanneer-deel of alle 3 tegelijk. Een wat-deel, een waar-deel en een wanneer-deel. Allemaal tegelijk. Dat zou zomaar kunnen, want zo moeilijk is deze les niet. Denken we nog even hierom? Dit is het plaatje. 4 keer W vragen. Waar, wat, wie en wanneer. En zo kun je een zin langer maken. Dit is het. Onthoud deze parachute maar. 4 keer W. Dan moeten we nog even naar de inbraak. Dat is als iemand een deur of een raam kapot maakt om naar binnen te komen en dingen te stelen. Horta, je steelt dingen van iemand anders. Die mag je eigenlijk niet hebben. Het is niet van jou. En zodra je iets stiekem pakt van een ander, wat niet van jou is, dan steel je. En dat gebeurt vaak door een deur of een raam kapot te maken. En dat noemen we de inbraak. Heb je vragen, dames en heren, kun je dat altijd aan juf via de mail vragen. Succes!